Saai is het nooit wanneer AZ op bezoek gaat bij FC Utrecht. En dat bewijzen de volgende drie wedstrijden wel. Om te beginnen maart 2007. Martens is nu door. Martens, het is gewoon 1-0 voor AZ. En het gemak waarmee het weet te scoren onderstreept nog maar eens de klasse die het bezit. Jenner, en daar is 2-0. Arve Latse. Mooi meegegeven, Dembele. Wordt dit dan de beslissing? Het is de beslissing. Het is 3-0 voor AZ. En Moussa Dembele is amper 2 minuten in het veld. Koevermans met de 4-0. Het is 4-0. En wat gaat het kinderlijk eenvoudig. Van het ene succesvolle team van Louis van Gaal gaan we door naar zijn kampioenselftal. Het is maart 2009 en de titel is al bijna in zicht. Martens met de wormgoor bij zich. Martens met een aardige voorzet, wat heet. Mede door deze prachtige treffer van Martens moesten de Alkmaarders slechts een paar weken wachten op de kampioenschaal. Tot slot de wedstrijd van het seizoen 2015-2016. Er staat veel op het spel, namelijk directe plaatsing voor Europees voetbal. Dit is een goed paasje, geen buitenspel. Dus komt AZ heel vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Haps gaat aan de linkerkant goed door. Van der Madelen heeft te veel tijd nodig. Wordt de bal gelopen door Santos. En hoe rustig is die? Ja, die is heel rustig. Wat een cadeautje van de aanvoerder van Utrecht. Die gewoon stond te slapen. Johansson. Daar is weer Jansen aangespeeld. Jansen, nu doet hij het wel. De treffer van Jansen was zijn 27e van dat seizoen. En daardoor werd hij topscorer van de Eredivisie. En AZ plaatste zich als nummer 4 direct voor Europa.